Hoi, ik ben Lieke en ik ben in de artiestenfoyer van de Stad Schouwburg in Haarlem. En ik ben hier omdat ik samen met jullie een kijkje mag nemen bij de repetities van Hemels Haarlem, de kerstrevue. Ze staan al op het podium, dus we gaan gauw kijken. Als je boven aan de hemel staat. Wij zijn natuurlijk tante blij dat jullie er zijn. Haarlem, Haarlem, Haarlem. Oh, Haarlem. Het gaat over 6 engelen. De 6 aartsengelen die naar de aarde komen, 2019 jaar nadat ze voor het laatst zijn geweest. Volgens mij was Haarlem altijd al onze bestemming. Ze komen eigenlijk omdat ze vinden dat de mens helemaal van het kerstpadje af is. En helemaal niet meer weet waarom je kerst zou moeten vieren. En langzamerhand, als ze in Haarlem zijn, want Haarlem is natuurlijk... Ja, het is natuurlijk gewoon de leukste stad van Nederland, zo niet van de wereld. Als je kerst denkt, denk je Haarlem. Ja. En ze komen hier dus in Haarlem en het blijft hier eigenlijk nogal goed te gaan met de mensen. De mensen zijn eigenlijk heel aardig en lief. En eigenlijk gaan wij voor de mensen dan het leukste en het grootste, het spectaculairste kerstfeest organiseren van het jaar. Komt u mevrouw, komt u. Ik ben even in de foyer gaan zitten met Marlies. En Marlies, je hebt het stuk geschreven, hè? Ja. En wat voor typische Haarlemse dingen heb jij in het stuk kunnen stoppen? De kerstengelen zingen sowieso een ode aan Haarlem. De Jopenkerk wordt bezongen, de Grote Markt wordt bezongen. Even denken, de Schouwburg natuurlijk wordt even genoemd. Nou ben jij er vandaag ook bij. Mm-hmm. In principe is het stuk geschreven. Ja. Wat doe jij hier vandaag? Wat ik hier doe? Goeie vraag. Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, een tekst is natuurlijk nooit af. En zeker niet met deze acteurs, makers, die dit tijdens ook nog improviseren. En ik vind het wel fijn om dan een soort van de lijnen te bewaken van alle verschillende personages, van waar het stuk naartoe gaat. Dat eigenlijk. Ik ben een soort van bewaker van de tekst. Evelien, jij bent de kostuumontwerper van het stuk. En we kunnen jou kennen van... Scrooge. Van Scrooge, hè? Ja. Zo, gaan we dat doen. Weet je al waar je op gaat letten zo straks in de zaal? Ja, waar ga je op letten? Het effect wat het heeft op met licht. Moet er wat bij? Moet er wat af? Ja, je gaat eigenlijk een beetje beeld houden. Ja, en terwijl er op het podium gerepeteerd wordt, wordt er hier achter de coulissen de kerstboom opgezet. Ik dacht dat ik wel zou... kunnen wegkomen met geen plamuur, maar het moet toch. En is het voor de stevigheid van het decor? Nee, dit is uitsluitend esthetisch. Ah. Hier een kerstboomversiering, de piek, kerststol en een kip. En die worden allemaal zo met klittenband op die tafel geplakt. Nou, met nog anderhalve week op de teller laat ik ze nog even doorrepeteren. En ben je nou enthousiast geworden en wil je komen kijken? Dat kan nog, er zijn nog kaarten. Veel plezier als je gaat en misschien kom ik je wel tegen, want ik ga in ieder geval kijken. Kom allemaal naar Hemels Haarlem in de Stad Schouwburg in Haarlem met deze prachtige cast. Vol bekende Haarlemmers zoals Emma van Muiswinkel.